advies. Ik wil 3, 2, 1 like. 3, 2, 1 like. Oké, let's go. Vandaag ga ik naar de leukste meeting ooit. Yes! Dus doe zeker een duimpje omhoog als je wil dat ik naar meer leuke meetings ga. En ik ga me nu klaarmaken en dan ga ik naar de leukste meeting ooit waar ik zoveel zin in heb. Yes! Let's go! Wij hebben superveel zin in de meeting. Yeah. Zeker niet gelogen. Kijk er al heel lang naar uit. Let's go meeting! Heb je hier ook zoveel zin in? Let's go. We zijn jammer genoeg verkeerd gelopen. Ik vind het echt erg dat we verkeerd zijn gelopen, want nu zijn we te laat. En het moest eigenlijk echt erg zijn. Ik had me er zo op verheugd om op tijd te komen en om eigenlijk gewoon heel de meeting bij mensen te zijn. Ik vind het echt jammer dat we te laat zijn. Sorry. Alex vindt het ook erg. Jammer. Ja, dus, wij hebben superveel zin, zoals ik al 10.000 keer heb gezegd. En omdat wij zoveel zin hebben in de meeting, en omdat het zo warm is, doen wij een ommetour. Zoveel zin hebben wij hierin. Zoveel. Het is zo warm, dat wij echt zin hebben om naar een meeting te gaan. Ik bedoel, wie heeft er nu geen zin om op een zomerse dag, de laatste dag van de vakantie, in een park te gaan zitten, met mensen, dezelfde kuthobby doen als ons. Dus, je weet dat wij er zin in hebben. Er is zeker niet sarcastisch. Maar hi, Glenn. Dus ik heb er echt zin in. Let's go. Ik wil echt naakt zijn. Sorry dat ik in deze video vloeiend sarcasme sprak. Dat was even om funny te doen. Maar oké, snap mij alsjeblieft. Vanaf nu is de vlog fucking hyper en fucking chill. Dus zeker een duimpje omhoog. Let's go. I've been seeing all, I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you want. Moeten ze de video liken? Deze dude heeft mij chocoladevlaag gegeven. Fucking boss. Ben je een shout-out to iemand? Naar Colin. Colin, denk shout-out. Ik heb het meest epische ding ooit gekregen. That's that. That's fucking sick. Wat is jouw naam? Dikke shout-out naar Jessica. Dat is fucking awesome. Hij staat hierop dat je met me wilt trouwen. Iedereen heeft zijn foto gemaakt. Dus nu kan ik. Dus nu kan ik weer naar huis gaan. Wel een beetje stress. Run, nigga, run. Dat is het belangrijkste moment. Ik weet niet of dat ze mijn bezweet hoofd geil gaan vinden. Maar we moeten het doen, hè. De likes. We gaan. Abonneer op mij. Van jullie? Ben je verliefd op mij? Nee. Meeting gaat fout. De meeting gaat fout. Politie, holy shit. Holy shit. Oké, vandaag gaan wij zwemmen met deze boot. Maar wacht, moet ik het is het domste idee ooit. Het domste idee. Om daarin te springen. Kring, kom maar. En gewoon met kleren aan te zwemmen. En dan nog 3 uur terug naar huis en de trein. Maar we doen het gewoon. Dikke vette peace. Ik wil 3, 2, 1 like. 3, 2, 1 like. Oké, let's go. Meeting is ineens gedaan, zonder reden. Jij zit tegen mij dat je niet aan het vloggen waart. Ja, maar die meeting slaat nergens op. De vlog slaat nergens op. Maar al die filmpjes slaan nergens op. Wow! Wow! Shots are not fired. Boom. Apply water on blind area. Oké, maar de meeting was wel chill, maar nu is die ineens gedaan. Ondertussen ben ik in Brugge. Het is nu, ik heb geen horloge aan. Maar het is nu ondertussen, denk ik, 9:30 en mijn trein vertrekt om 10:05. Dus dat is echt klotezooi. Maar zoals ik al heb gezegd, of nog niet heb gezegd, het weer is veranderd.
van supermooie zon naar dit. En ik weet niet of jullie iets kunnen zien, maar ja, het weer is echt fucked up. Superleuke dag en ik ben kapot. En jongens, als ik kapot ben, betekent dat heel veel. Want ik heb veel dingen gedaan dat ik niet heb gefilmd. Dat, ja, ik hoop dat ik misschien beelden van andere mensen ga kunnen krijgen. Ik ben gaan zwemmen met mijn kleren aan in een fucking beekje om te bewijzen aan iemand dat ik stoer was of zo. En ik ben, ja, ik ben met zoveel mensen op de foto geweest. Het was echt een geweldige dag. En ik zie dat mijn trein ineens aankomt. Iedereen die is gekomen naar de meeting is een fucking baas. En zoals jullie zien komt mijn trein aan achter mij. Die hier nog fucking lang gaat staan. Hij is helemaal leeg, zoals altijd. Maar ik ga dus terug naar huis, jongens. Dikke shout-out naar iedereen die naar de meeting is gekomen. Jullie hebben het ja, leuk gemaakt voor ons. Let's go. Zoals ik al zei, ik ben echt steen dood, mors dood. Ik weet niet wat ik nu nog ga doen. Ik weet niet eens of ik nog leven in mij heb om iets te doen. Als er kometen uit de lucht vallen, dan ga ik het filmen. Dus als er nog iets nuttigs zou gebeuren in mijn leven, dan zien jullie het. En anders ga ik gewoon slapen en dan film ik dat ik slaap. Want dat is nuttig, oké? Oh, let's go. Ik weet niet waarom, maar mijn mama kwam net zeggen dat wij morgenochtend geen water hebben. Dus het is nu, hoe laat? Het is nu 3:00 s'nachts en ik heb net nog gewoon een douche kunnen nemen. En ik ben kapot. Dus ik ga slapen, want oh my god, morgen is gewoon al de laatste dag van de vakantie. Ik ben kapot. Vandaag was echt een geweldige dag. Het was super chill, maar het was super vermoeiend. Ik heb heel veel leuke foto's gezien. Meer dan 300 foto's. Het was really epic. Maar ik ben kapot. En ik ben echt kapot. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ben echt zit. Ik zou zeggen, let's go.